Hallo mensen, welkom in een nieuwe Megablok video. Zoals jullie zien, we zijn natuurlijk weer in de Megablok wereld. En vandaag ga ik een behoorlijk kleine beeld maken. Maar hij gaat wel leuk worden zoals ik het in mijn gedachten heb. Ik ga namelijk vandaag de torch maken. En ja, het is een heel klein ding. Maar het is oh zo belangrijk, want terwijl jij aan het minen bent. Ja, je hebt gewoon torches nodig om iets te zien. Of je wilt niet dat midden in je huis opeens een creeper spant. Dat is zo irritant. Dus daarom, maak je licht. En ja, wat is de goedkoopste manier om licht te maken? Een torch. Dus ja, het is een heel klein ding, heel goedkoop om te maken. In survival. Maar goed, het gaat toch een leuke beeld worden. Dus laten we snel gaan bouwen. Oké, zoals jullie dus in de clip zagen, dacht ik al klaar te zijn. Maar hij was toen nog te kort. En zelfs nu heb ik nog het idee van, hij zou eigenlijk kleiner moeten. Ik bedoel, langer. Ik zat met het woord kleiner in mijn hoofd, maar goed. Want hij ziet er nu heel dik uit. En hij staat toch niet in het midden. Ik dacht dat ik hem in het midden had gezet, maar goed. Ik vind zelf dat hij er, gewoon... te dik uitziet. Het ziet er niet uit als het normale blok. Want het is eigenlijk heel klein dus. Dat is echt heel smal en lang. En dit is... Ja, het is gewoon net niet. Weet je. Ik heb wel eraan gedacht om vuur bovenop te plaatsen. Want wanneer je... Nou, niet wanneer je plaatst. De torch die geeft ook vuureffecten. Dus ja, je ziet het niet echt en het komt niet uit de zijkanten. Maar goed, bovenop is er vuur. Maar goed, ik vind hem goed genoeg gelukt. Dus ja, ik zeg, dat is weer een megablok die gewoon gelukt is. Ik dank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ik zie je weer in de volgende video.